De U Gent slaat de brug tussen onderzoek en ondernemingen. Ze haalt de banden met het bedrijfsleven aan en ze maximaliseert de kansen van nieuwe ondernemingen gebaseerd op kennis en onderzoek. De universiteit wil volop haar rol opnemen in de maatschappij om enerzijds heel goed, heel fundamenteel onderzoek te doen, maar tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de maatschappij daar iets voor terugkrijgt. En wat kunnen wij teruggeven? Wij kunnen die kennis die we hebben, we kunnen die vertalen in vormen, het zijn economische vormen, het zijn maatschappelijke vormen, die inderdaad nuttig zijn voor de ontwikkeling in onze maatschappij. Vooral belangrijk in dit tijdsgevricht waarin we toch heel veel moeten inzetten op innovatie. Een van de oudste spin-offs is Vitolab, opgericht in 2001 in de nasleep van de dioxinecrisis en ontstaan uit de nood van de markt om voedingsmiddelen extra te controleren. Wij zijn dus een labo wat zich echt toegespitst heeft op de residuanalyses van pesticiden en mycotoxines. In die zin onderscheiden wij ons een beetje van andere labo's die dus over een zeer breed spectrum van analyses actief zijn. En het laat ons ook toe om een heel gefocuste ondersteuning te leveren naar onze klanten toe. Er is nog altijd natuurlijk een link met de universiteit in die zin dat de Universiteit van Gent opgenomen zit in de Raad van het Bestuur. Ook proberen we toch af en toe wat onderzoekprojecten op te starten eigenlijk in samenwerking met het Unie van Gent. Kijk, dit is nu het analysecertificaat, het rapport wat we dan voorzien voor onze klant. Wanneer je het geheel bekijkt, dan zie je natuurlijk dat je daar het meeste succes hebt waar je zelf het sterkste staat. En een van de heel belangrijke focussen hier in deze universiteit is natuurlijk het hele segment van de biowetenschappen. Daar zijn we op dit ogenblik duidelijk toch wel het meest succesvol. Een spin-off die op een heel ander terrein actief is en nog in de opstartfase zit, is Spartanova. Zij doen tests naar de fysieke toestand van sporters. Tests die ze zelf ontwikkelen. Nu, die kennis is er in de universiteiten al lang. Ze zijn al lang aan onderzoek, maar in feite was er ook de nood om die aan een echte markt te kunnen aanbieden. Nu was het voor de happy few, echt voor de topsporters. Die had een connectie met de universiteiten en met de wetenschap. Maar in feite is de bedoeling van Spartanova om die kennis te kunnen aanbieden aan een breed publiek. Om de nieuwe ondernemers te steunen, richtte de U Gent Techtransfer op. Een typische spin-off begint met een idee. Een idee van, we hebben nog wel een product of een dienst die we willen aanbieden. En dan ga je dat idee uitwerken en ga je kijken wat is er nodig om dat idee tot een concreet bedrijf te brengen. Wij begeleiden de onderzoekers in de opstart van hun onderneming. Baklandfinanciering is een typische zaaikapitaalfinanciering. Wij gaan dus de eerste financiering, de meest risicovolle financiering geven. Nu, wij doen dat omdat wij de projecten ook van dichtbij begeleiden en dus een goede kennis hebben van de risico's en goed kunnen inschatten wat het risico is. Ook studenten kunnen tijdens hun studietijd ondernemer worden. Een voorbeeld daarvan is EcoRental, een bedrijf van 3 studenten dat ecologisch verantwoorde wagens verhuurt. Wij proberen onze studenten ook in contact te brengen met heel die dynamiek, heel die missie van de universiteit. En we doen dat op een actieve manier, namelijk door hen te stimuleren tot ondernemerschap. Dat doet zich voor in bepaalde cursussen die hen wordt aangeboden, maar dat doet zich ook voor door het feit dat wij hen de mogelijkheid geven om zelf een onderneming op te richten. En we ondersteunen hen daarbij, we geven hen daarbij advies. Dus wij verwachten in de komende jaren dat wanneer dit systeem heel goed zal werken, dat je heel veel studenten zult zien die op het einde van hun opleiding al klaar zijn om een onderneming, een kleine onderneming, voor zichzelf op te richten. Het is een idee dat even gerijpt heeft. Ik ben zelf altijd zeer geïnteresseerd geweest in auto's. En het is zo het idee ontstaan van iets te beginnen en te doen. We zijn met 3. 2 daarvan studeren TW en ik handelsingenieur. En dat alle 3 aan de Universiteit van Gent. Drietal jaar geleden, toen wij start waren aan de Univ, ik had ook geen economie gedaan in het middelbaar. We waren een beetje overdonderd met boekhouden en economie en rechtsvakken enzovoort. En dat was ook deels de incentive om een eigen bedrijf te beginnen, om een beetje feeling te krijgen met wat is dat hier allemaal. Dat boekhouden bijvoorbeeld is ook zeer theoretisch, dat je dat ziet aan de universiteit. Het is niet dat je met een boekhoudpakket bezig bent en zo.
En in dat opzicht willen we dat ook aan de praktijk toetsen. En zo is dat dan uiteindelijk een beetje ontstaan uit de zin van we willen dat een keer uittesten en doen. Misschien iets à la een mini-onderneming, zoals dat ze wel vaker doen in het laatste jaar economie. Van het een komt aan het ander en zijn we waar dat we nu staan met een 35-tal wagens en een vrachtwagen. Wij waren ons eigenlijk niet bewust dat dat zo sterk leefde bij de studenten. En wij denken door dat meer te gaan stimuleren, dat er in de toekomst nog meer studenten zullen zijn die een bedrijfje zullen willen oprichten. Er is een collega die het als volgt formuleert. In de jaren 70 was het cool om in een muziekbandje te spelen. Hopelijk wordt het nu cool om een eigen bedrijfje op te richten. Je merkt dus heel goed dat wij een enorme groei hebben. Ik geef een voorbeeld van de spin-offs. Tot voor een jaar of 5 geleden richten wij 1 à 2 spin-offs per jaar op. Vorig jaar waren dat er 10. Dus we zitten in een heel sterke groeifase en ik verwacht dat je de grote resultaten daarvan nog maar zal zien in de komende jaren. Hoe belangrijk is netwerken? Hoe houd je contact met de UGent na je afstuderen? Volgende week in Blik op de UGent.